Adrie, wat voor wedstrijd heb je vandaag gezien? Een goed spelend Kozakken Boys, waarin we de eerste helft weinig tot niks te vertellen hadden. Ondanks een hele grote kans die we alsnog krijgen. Waardoor je dan eigenlijk onverdiend op een voorsprong kan komen. Daarvoor had Kozakken Boys en daarna hebben we ook kansen gehad. Ze komen dan op 1-0. Dan rekken we dat tot aan de rust. En de tweede helft zijn we anders gaan spelen. Nou, daar was in het begin gelijk al wat moeite mee. Ja, dan komen ze heel snel op die 2-0 uit die vrije trap. En toen hebben we daarna een fase gehad waarin we vonden dat we beter in de wedstrijd zaten dan zij. Met een hele grote kans van Marlon Oranje. Die kwam er van heel dichtbij net niet in. En toen hadden ze het wel even dat ik denk van hey, dat is wat moeilijk. Maar uiteindelijk kwamen ze daar onderuit en dan maakten ze nog de 3-0. Dus ja, verloren van een kwalitatief goed Kozakken Boys. Ja, het was vanavond ook een erg harde wedstrijd. Ja, maar er spelen wel wat dingen mee natuurlijk. De laatste 5 wedstrijden heeft Barendrecht gewonnen. En dat zit hier dwars en dat is logisch en dat is terecht. Dat zou ik ook hebben. En als je dan beter bent en je gaat winnen, dan zal een strijd plaats moeten vinden. En de andere keer hebben wij ook gewonnen. En daar heb ik ook altijd gezegd, dus ik ga er niet omheen lopen draaien. Vond Kozakken Boys ook altijd een goede ploeg. En er zijn er ook wedstrijden geweest dat wij wonnen. En dat Kozakken Boys beter was. Nou, vandaag waren ze en beter en hebben ze terecht gewonnen.